omdat hij toen zijn elleboog brak in de Tour en toch doortrok. Maar daarvoor was Evans al te klein voor deze man. Dan heb je geen progressie gemaakt. Maar Evans is wel blijven werken. En dat is bij onze vriend Andy Schleck wel eens misgegaan. De stoten die hij uitgehaald heeft in de Ronde van Spanje, dat is onvergeeflijk eigenlijk. Als je broer mikt op de eindzege, op de boemel gaan s'nachts met O'Grady. Ja, met het idee van wij maken volgend jaar onze eigen ploeg. Maar god, we hebben ons in elk geval opgetrokken aan de mooiste prestatie van de Ronde van Frankrijk. En dat was daar ginderboven op de Galibier en op de Isoar. Dat is het strafste wat ik in deze Tour gezien heb. Het strafste wat je in deze Tour gezien hebt, maar daar in die dag ook onmiddellijk gevolgd door hetgeen Cadel Evans gedaan heeft met al de rest in zijn wiel. Uiteindelijk zijn er maar een stuk of drie in zijn wiel kunnen blijven daar. Vijf stuks voor deze twee, hè. Vijf stuks. Cavendish tot twee keer toe erop gevist. Morgen groen. Weinigen die daaraan twijfelen. ATC High Road doet wat het de vorige jaren gedaan heeft. Ritzegens verzamelen, alsof het niks is. Ongelooflijk. En dan is het dood jammer dat zo'n fantastisch project voor jonge renners dat kapot moet. Ja, maar datzelfde kan gezegd worden van het project met Lotto, hè? En Omega Pharma. Maar het Lotto-project gaat door. Dat gaat door. Op basis door. Van eigen jeugd. En L'Equipe is er nu achtergekomen dat Omega Pharma toch zou samengaan. Of dat willen doen met Vacances Soleil, moet wel als nummer 1 op de trui staan. Dat wordt een pijnpunt. Het wordt nu stompen. Niet langer meer het flyers tippen bij Frank Schleck. Martin voor Evans. Kijk naar de fantastische vierde plaats van Thomas de Gent. In de Tour, hè, mensen. In een tijdrit van 42 kilometer en een lastige tijdrit. En een tijdrit die hij niet eens verkend heeft. Waar hij in de afdaling zwaar in de remmen moest. Dan zou je misschien over Contador of voor Contador kunnen blijven hebben. Maar goed, dat is hard op dromen, hè. In elk geval, de Gent heeft hier voldoende inspiratie kunnen opdoen om er wat van te maken voor de toekomst. Ja, dat is een les die ze eruit moeten trekken, hè, en gaan kijken waar moeten we die carrière naartoe van de Gent. Waar wil hij zelf in meegaan? Dat is ook belangrijk uiteraard, maar kan hem niet gaan dwingen. Hij gaat moeten zelf keuzes maken. Waar ga ik naartoe? Wat wil ik gaan doen? Waar wil ik gaan wonen? Hoeveel wil ik investeren in mijn carrière? Dat is allemaal ter overweging te nemen nu. Laatste kilometer. Het is alsof hij bergop rijdt. Deze Frank Schleck. Ja, het is net als we de finish van hem wegtrekken. In plaats van dichterbij te komen. En we gaan nog moeten rekenen, hè. Frank Schleck voor dat podium. Veuclair heeft hier 57-47 gereden. Het verschil is niet zo groot, hè. Nee. 1 minuut 13. 1:17. Voor Frank Schleck. Ja, dat is waar. 1:17. Daar is nu de tijd van Veuclair. Frank heeft 59:04 nodig voor het podium. Maar dat gaat wel lukken. Dat gaat lukken. Dat gaat lukken. Maar het is in een Tour waar zij naartoe gekomen zijn voor eindwinst toch wel een domper. Het is een fraaie prestatie, dat natuurlijk wel. Het deed nooit beter. Maar ze kwamen hier voor goud, voor die gele trui, voor eindwinst. Hij komt hier binnen als 19e op 42. Eigenlijk kun je zeggen dat hij hier een tijdrit rijdt zoals hij dat meestal doet. Ja, voor hem is dat een behoorlijke tijdrit, vooral als op kanonnen, zoals Tony Martin. En de man die de tijdrit echt van zijn leven rijdt is Cadel Evans. Minuut nemen op Contador of 59 seconden nemen in een zware tijdrit. Ja, wat doe je dan nog? Vechten voor een tweede plaats en dan rommel in dat kopje. Het is niet waar, ik heb het weer zitten. Ja, maar het is nu eenmaal zo. Het is een tijdrit. Hè. Het heeft hier niks te maken gehad met materiaal. Er is niks gebeurd onderweg. Dus wat dat betreft hebben ze allemaal met gelijke wapens gestreden. Ze hebben hier alle twee al heel diep moeten gaan. Zowel Cadel als deze. Andy Schleck.
En je moest toch al zwaar durven gokken om voor de Tour te zeggen dat Cadel Evans Tourwinnaar zou worden. Dan moest je zwaar durven voor gokken. Want de meesten hadden toch hooguit 2-3 namen in hun kop. Ja, we gingen inderdaad vanuit. In de eerste plaats denk ik de meeste Contador. We hebben het ook in het begin van de Tour gezegd, we gaan er wel van uit dat de strijd wel eens kloter zou kunnen zijn dan vermoed. Omdat Contador die Giro gereden heeft en dat deze man in de Ronde van Zwitserland geen poot vooruit kwam. Nee. En dus en retard was. Ja, langs de andere kant was het ook zo dat men zei, oké, de laatste week, dat is de week van de Schleks, dan gaan ze er doorkomen. Ze leken er dan ook door te komen en dacht iedereen van, yes. Ja. Maar die minuut die Cadel Evans er nog afgedaan heeft, daar ging erboven. Ja, ja. Op de eide, op de eile hoogte van de Galibier. Die is o zo belangrijk. Ja, en die afdaling die hem genomen heeft richting Gap. Waar deze Andy Schleckendraai rond de oren krijgt en daar nog steun moet krijgen van Montfort. Komt er nog een eind voor hem? Het ziet er in elk geval naar uit dat de Veuclair op plaats 4 strandt. En dus niet op het podium zal geraken in Parijs. Daar komt Andy Schleck. Hij gaat een tijd realiseren. Een eind boven de 58 minuten. Zijn broer is hier 19e geworden in de tijdrit. Maar heeft de vader Schleck al gezegd. Ach ja, als geen van de twee de Tour wint, sterven doen we daar niet van. Het is sport, hè. Maar het zou natuurlijk voor Leopard wel wat geweest zijn. Luxemburgs geld, Luxemburgse ploeg, Luxemburgse helden. En dan de Tour winnen. Nee, dus. Laatste hectometer voor Schleck. Geen Tourwinst. En dat moet een bittere pil zijn. Derde keer op rij. Tweede. 17e in de tijdrit. Dat is niet goed genoeg. Nee, vooral niet het verlies op Cadel Evans. Dat 2 minuten 30 is, dat is veel. In een tijdrit die hem toch moet liggen. Maar in elk geval, Cadel Evans heeft een formidabele tijdrit gereden. Cadel Evans heeft nog veel meer zichzelf overtrokken dan dat deze man zichzelf ontgoocheld heeft. Ja, absoluut. Kwam zelfs helemaal op het einde nog dicht bij winst van deze tijdrit. Heeft dan de laatste kilometer misschien een klein beetje met de euforie al beginnen leven en het daardoor een klein beetje laten afweten. Alhoewel, 7 seconden op een Tony Martin, chapeau. Kijk hier. En dit is de toerwinnaar van 2011, dames en heren. En dat met een nog overduidelijk verschil via of na een monumentale tijdrit. Straalde van meet af aan zoveel power uit. En dan typisch die beweging van Evans. Van, zou het dan toch nog kunnen? Ja. Zo getemde vreugde. Heel die ronde hebben we hem hier vooraan zien zitten in het wiel van die mannen van BMC. Je zou hem een levensgrote gele lolly moeten geven om hem wat blijdschap te schenken. Hè? Hier, misschien, speel maar eens een keertje. Ja, misschien dat nu toch komt. Hè. Hij heeft zo zitten vechten tegen zichzelf. Vooral dat wereldkampioenschap heeft er dan veel goed aan gedaan. Blij zijn mag, hè, José? Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Maar wie gaat het hem vertellen? Mogen we nog eens een keertje de daguitslag, de tijdrit. Maar die gaan we hier zo meteen wel krijgen. Martin wint voor Evans. 7 seconden. En Evans wint de Tour met een duidelijk verschil. 1.34 op Andy Schleck. 2.30 op Frank Schleck. Veuclair strandt op een vierde plaats. 3.20. Contador is vijfde. Dat is een tegenvaller voor hem. Samuel Sanchez is opgeschoven naar 6 op 4.55. Cunego Basso voorgebleven. Niet onbelangrijk. En dan krijgen we Danielson. En Perrault is erin geslaagd de 10e plaats te behalen. Hier is Tony Martin. Waarschijnlijk knap alles. Vielleicht können Sie uns das nochmal beschreiben, wie Sie gelitten haben in den letzten Minuten oder vielleicht sogar Viertelstunden. Ja, ich habe es live am Fernsehen verfolgt und war eigentlich recht zuversichtlich, als ich 21 Sekunden Vorsprung an der ersten Zwischenzeit auf Cadel Evans hatte. Und auf einmal schmolz der Vorsprung so dahin zur nächsten Zwischenzeit. Und ich glaube, ich bin ein bisschen bleich im Gesicht geworden. Mein Puls wurde schneller und ich habe nur noch gebannt auf den Fernseher geschaut. Aber jetzt haben Sie es geschafft. Was geht Ihnen vor? Ja, es ist einfach nur grenzenlose Freude. Ich habe so viel Adrenalin in mir und ja, ich glaube, ich könnte die ganze Welt zurzeit umarmen. It was a very close competition. How it was exactly for you?
Na die eerste tussentijd, 21 seconden, toen was ik redelijk gerust in. Maar toen kwam die Cadel Evans altijd dichter. En ja, toen ben ik bleek geworden en dan werd mijn pols ook sneller. Maar nu is de vreugde grenzeloos. Al dus Tony Martin heeft zelfs ook een beetje blos gekregen. Kijk. Just keep on smiling. It's your first stage that you won. How can you express these emotions? Yeah, I think it's for me the for a long time the biggest goal to win a stage in the Tour de France and finally it happened. Al zo lang mijn hoogste doel om eens een etappe te winnen in de Tour. It's a really really big day for me. En dit is dus een bijzonder grote dag voor mij. Tony Martin. Opgeleid als politieagent, maar ik denk niet dat hij dat nog ooit wordt. Dat zal hem niet meer moeten doen, denk ik, in de toekomst. Hij die een paar maanden geleden ook nog vertelde en hoopte dat Duitsland een klein beetje wielerminender werd. Kev wil dit gezelschap wel bijeenhouden, hoor. Ja, daar ben ik zeker van. Dat is een probleem, hè. Nogmaals, maar je mag het geen drama noemen, maar ik vind het wel erg dat zo'n ploeg die zoveel sympathie uitstraalt en met zoveel jongeren ook successen boekt, dat kan rekenen op fantastische ploegleiders. Valerio Piva, een Piper op kop. Dat moet er niet gaan, dat vind ik zo doodjammer. Ja, absoluut. Terwijl we daar een beeld zagen van Tony Martin toen bij het overschrijden van de finish. Het idee had van ik heb gewonnen, maar dat toch op het einde nog helemaal aan het bibberen ging. Thomas de Gent wordt hier vierde in de tijdrit, dames en heren. Noteer dat Thomas de Gent op 1.29 van Tony Martin. En Cancellara, die is hier slechts achtste op 1.42. Velits een mooie negende, rijdt daar aan mee tiende. En Roland houdt ook in het algemeen klassement Taramé af. Duidelijk af. Roland, wit. De bollen voor Samuel Sanchez. Het groen is nog even wachten. Maar god, ja. Als je iemand twee keer erop vist en die heeft al vier etappes gewonnen, laten we dat niet vergeten. Dan mag die wel groen pikken. Ja, en ook de meer, omdat hem is niet de enige die opgevist is. Nee. Dus de mannen die daar twee en drie staan, waren daar ook bij. Gilbert en de man bij hem het dichtste in de buurt, Rojas, waren samen mee aan boord. Maar daar heeft Björn Leukemans nu even geen boodschap aan. Dat is waar, voilà. Hier een beeld van. Dit is vreugde, dames en heren. Dit is vreugde van de Outback. Maar dat zagen we ook al op het WK, waar hij bij het overschrijden van de streep dus even wuifde. Maar naar wie? Naar Chiara, hè? Die krijgt nu een geitje. Dat zal het meeste zijn wat ze kan krijgen, ja. Mocht hij dat niet meegemaakt hebben de voorbije dagen, ze twittert dat het een lieve lust is. Ze is een van de kampioenen daarin. En ze zei van, ik wil een geitje. Dan gaan de mensen die thuis voorbij komen zien van, of zeggen, kijk, daar zijn die lieve mensen met een hondje en een geitje. Tirreno Adriatico, Ronde van Romandie en nu de Tour de France. Nummer 1 in de wereld. Nummer 1 op de wereldranking, alsjeblieft. Al is dat Gilbert. Alleen in cijfers is dat nu Evans. Andy Schleck, andermaal tweede. En Frank Schleck, derde. Ja, langs de ene kant zou je zeggen, mooi. Heel mooi. Maar langs de andere kant, joh, diep triestig, denk ik. Niet mooi genoeg. Grenoble, waar Merckx in 70 won. Andere landgenoten, Ribéry, Gaston Ribéry, de locomotief. Chieur, de 21, toerwinnaar uit Wallonië en Heusegem. Maar dit even terzijde. Nog eens kijken naar de beelden van de dag. De concentratie bij de start. Meteen veel power bij deze man, bij de Australiër. Die met veel meer vuur vertrok dan Andy Schleck. Er was een glimp van verbetering bij Andy Schleck na een kilometer of 5-6. Toen hij wat meer stijl in zijn ranke figuur legde. Maar hij deed alles perfect. Alles tot in de perfectie uitgevoerd wat planmatig bedacht was. En hij zag dan na een aantal kilometer al zijn voorsprong in het klassement verschrompelen tot de helft. En toen ging het vlug op de tweede klim. Werd die voorsprong helemaal weggemaakt. Zelfs nog voor die tweede klim. En dan ging Cadel onder vuur, onder stoom door. Kwam nog heel dicht bij dagwinnaar Martin. Maar zette dan deze man eindelijk op 2,5 minuut, 1,5 minuut in het klassement. 1,34 in het klassement. 2,5 minuut in de daguitslag. Ja, en dan is het over en out. Ah, het besef. Glans in de ogen. Hij realiseert het zich. Aan het eind heb je een winnaar.
En dan is dat toch mooi. Ja, ik heb mijn respect voor deze man. Ik weet dat het soms moeilijk is te beleven. Hier, David Bombeek. Wat heeft deze man ook allemaal aan pechverhalen achter de rug, hè? Ja. Hè? Voordat we...